goedenavond. Leuk dat jullie er zijn. Welkom bij ons webinar Fluffy Sloffen Breien. Wij zijn Club Geluk. Dit is Barbara. Hoi. Ik ben Marieke. En samen met Zeeman hebben wij een heel erg leuk breiboek geschreven. Haak- en breiboek trouwens. Zeker. Beide. Bijna vergeten. Oh jee. En nu mochten we samen met Zeeman ook heel erg leuke sloffen gaan breien. Ja. Van Fluffy Wol. Kijk eens. Laat ze eens even zien, Barbara. Ja, papa. Heel erg leuk. Zijn ze zo lekker zacht. Oh. Ja. En met dit weer? Heerlijk. Heerlijk. Nou, eens even kijken. Wat heb je daarvoor nodig? Ik ga even op het scherm kijken wat je nodig hebt. Nou, daar beginnen we. Met het breipatroon. Yes. Als het goed is, heb je die al gedownload. Deze, hè? Ja, precies. Hebben jullie. Sokkenbreinaalden. Ja, hebben we ook. Show them. Ja, ik heb er nu één, want ik heb al wat op de pennen staan. Stiekem. Dus dit is er één van het setje van vijf. Maar van die vijf heb je er vier nodig, hè? We gebruiken er maar vier. Ja, precies. Dus eentje heb je dan voor de... als je er eentje kwijt bent. Ik zou hem wel bij de hand houden. You never know. Je raakt er altijd een kwijt. Precies. Tussen de banken zitten ze vaak. Tussen de kussens. Bij mij ook. Ja, bij mij ook. Ja. Haaknaald, nummer vijf. Ja, hebben we ook. Check. Heel goed. Een stopnaald. Ja. Die laten we niet zien, want dat is gewoon een heel klein dingetje. Ja. Een schaar en natuurlijk het fluffy garen. Ja, laat zien. Kijk eens. Nou, die hebben ze bij Zeeman in heel erg mooie kleuren. Ja. In mint, dat is hier. En crème. Crème. En dan hebben ze nog zwart en roze, volgens mij. Ja, volgens mij ook. Ja, die vonden we ook heel mooi. Ja, we konden eigenlijk niet kiezen. Maar we wilden een beetje unisex. Ja. Dus vandaar de mint en de crème. Ja. Precies. Nou, wat we doen, we gaan gewoon beginnen. We beginnen met breien. Ondertussen kijk ik af en toe of er vragen zijn. Die proberen we dan te beantwoorden. Stel je vragen, hè? Ja, hartstikke leuk namelijk. Superleuk. Als je vragen stelt. Kom maar door. Kijk, ah, de baby vindt ook dat je gewoon je vragen moet stellen. Lief, hè? Eens even kijken. Nou, je begint dus. Ik heb het al een beetje voorbereid, want anders duurt het zo lang. Maar als je goed naar het patroon kijkt, zet je 6 steken op. Op de sokkenbreinaalden. Dat kan je doen door ze eerst 6 op één pen te zetten. En dan al breiend verdeel je ze over de 3 pennen. Dus dat heb ik gedaan. Dus ik heb er 6 opgezet. Toen ben ik gaan breien. En je begint dus waar je bent geëindigd eigenlijk. Dat is het rondbreien. Ja. En wat handig is, is als je zo'n stekermarkeerdertje eventjes hier plaatst. Want dat fluffy wol is echt super zacht en super fijn. Het is lekker als je het kan zien. Ja, je kan het moeilijk zien. We hebben een aantal breinaaldvragen binnengekregen. Dus die wil ik eventjes onder de aandacht brengen. Nou. Ik ga gewoon alvast breien. Precies. Ja, inderdaad, Cindy. De vraag of het een rondbreinaald is, dat klopt. Kijk, we hebben een aantal... Ja, sokkenbreinaalden zijn het eigenlijk. Kijk, het zijn sokkenbreinaalden en met sokkenbreinaalden kan je rondbreien. Ja. Er kwam namelijk ook een vraag binnen van Margot. Die vroeg, kan je het ook maken met een rondbreinaald? Daarmee bedoelt ze, denk ik, van met zo'n draad. Ja. Ik weet het niet zeker. Het zou kunnen. Het kan wel. Het kan. Maar dan moet je wel eventjes eigenlijk even op YouTube kijken... voor van die instructiefilmpjes hoe je op zo'n rondbreinaald het opzet. Want als dat op een gegeven moment gewoon dezelfde grootte heeft als de draad... dan is het geen enkel probleem. Maar... voor het opzetten is dit wel echt lekker, omdat je klein begint. Maar het kan wel. Het kan wel. Er was ook nog een vraag of je het kan maken met gewone breipennen. Nee. Nee, eigenlijk niet, want de neus moet je gewoon rondbreien. Kijk, dit gedeelte is rond. Ja. En dit gedeelte is recht. Toch? Ja. Ja. Ja, dus je breidt de neus breien in het begin. Dit brei je rond. Tot aan ongeveer de wreef. Ja. En dan... Ga je gewoon heen en weer. Precies. Maar wees niet bang om rond te breien. Het is namelijk heel erg fijn om rond te breien. Ja. Want dan heb je geen averecht, maar gewoon eigenlijk alleen maar recht. Dat is heerlijk. Alleen maar recht. Precies. Ja, dat is echt super fijn. Ja. Dan hebben we een vraag over de maten. Wat hebben we alweer een hoop vragen? Jeetje, nu nou, al. De maten. Welke maten? Van de sloffen? Ja. 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 Nou, deze sloffen die je hier in het patroon ziet, dat is ongeveer maat 38 tot 40. Een beetje ruim genomen. Ja. Heb je nou veel kleinere voetjes? Mm-hmm. Wat mijn tip dan is, ik pak er even eentje bij. Of jij. Ga gewoon passen. Dus je gaat breien. Dan zet je hem eventjes op je voet. En als je ongeveer op je wreef bent,
dan kan je stoppen. Ja. Dan ga je dus verder met het patroon, met het heen en weer breien. Het is best wel rekbare wol. Dus ik zou niet aan het aantal steken gaan. Ja, of het moet voor een babytje zijn, maar dan krijg je... Nee, maar dan is het gewoon een ander patroon. Ja. Maar in principe, als je gewoon binnen de grote mensenmaten of de wat grotere kindermaat, dan stop je wanneer je denkt, nou, hier is de wreef. En je gaat zo lang door totdat je eigenlijk voorbij de enkel bent. Dat is echt prima. Hier ben je, joh. Ja. Ja, nou, er is iemand die probeert heel erg op te zetten en het lukt niet. Kunnen we dat even voordoen? Ja, natuurlijk kunnen we dat voordoen. Want opzetten op rondbreinaalden, dat heeft ze nog nooit gedaan. Okay. En ze is echt een beginner en ze wil dat heel graag. Nee, dat zullen we dat doen met gewoon garen of met fluffy garen? Ja, ik ga dan liever, om het goed te laten zien, wil ik dan even het gewone garen pakken. En dan pak ik even die Julia. Want dan kan Julia is ook fijn, kan je het goed zien. Beter zien. Nou, het voordeel namelijk van het fluffy garen is dat je het... het is heel vergevingsgezind. Je ziet namelijk eigenlijk niet als je af en toe een foutje maakt. Ik ben bijvoorbeeld een enorme slordervos, dus ik vind het heerlijk. Want laat gewoon een steekje vallen, het naai weer vast, geen probleem. Maar om het eventjes te laten zien, als je gewoon nog nooit hebt rondgebreid op rondbreinaalden, dan laten we dat eventjes daarmee zien. Oké, daar gaan we. Barbara. Okay, let op. Je zet dus 6 steken voor dit patroon, 6 steken op. Ik probeer het goed en duidelijk te doen, maar ook een beetje snel. Even kijken. 2, 4, 6. Ik heb er nu 6 op 1 pen. Nu pak ik mijn volgende pen. Dan brei ik de eerste 2 steken. Ja. Het begin is altijd even gepriegel, maar laat je niet ontmoedigen. Gewoon doorgaan. Dus je zet nu, wat jij nu doet, Bar, is de techniek waarbij je er 6 op zet. Ja. En dan zet je en dan brei je de eerste 2 brei je eraf met je eerste breipen. Ja. Ja. En dit is dus eigenlijk al toer 1. Nu pak ik een nieuwe breinaald. En dan ga ik de volgende 2 breien. Zie je, in het begin is dat eventjes een gedoe. Heb je even geen houvast, maar dat is niet erg. Dat is niet erg. Heb ik er weer 2 gebreid. Deze kun ik dus gewoon laten hangen. Die negeren we even. En dan ga ik de laatste 2. Zie je, het is even gedoe. Je moet gewoon heel veel zeggen, dan komt het goed. Dan komt het vanzelf goed. Dit zijn de laatste 2. Nu heb ik ze allemaal dus verdeeld. Maar nu moet ik weer beginnen waar ik ben begonnen. Snappen jullie wat ik zeg? Dat is dit is een haiku. Ja. En daar hangt dus dat korte draadje aan. Dus ik pak weer een nieuwe. De vierde naald. De vierde naald. En op die 3 laat je de steken rondgaan. Ja, oké, let op. Ik pak deze. In het patroon moet je nu eigenlijk al meerdere. Maar dat ga ik even niet doen om te laten zien. Nu is het belangrijk dat je deze naald, deze draad, een beetje strak trekt. Zodat je niet een gaatje krijgt. Dus... Dat is 1. En dat is 2. Dan heb ik deze weer vrij. En dan draai ik hem weer. En op een gegeven moment zie je een soort van driehoekje ontstaan. Van de pennetjes. Ik zit een beetje te trillen ervan. Ik vind het spannend, dat is ook altijd gedoe. Maar je doet het goed hoor. Wel, hè? Ik hoop dat die mevrouw... Hoe heette die mevrouw die dit graag wilde zien? Ja, want er is ook wat meer ingezoomd, dus dat is heel fijn. Je moet hem iets lager houden nog. Ja, perfect. Ja, ja, maar dat is gewoon lastig. Ik hoop dat het te zien is, hè? Ja. Maar er zijn hartstikke goed, joh. Superveel YouTube-filmpjes van te vinden. Ja. Dus doe dat vooral als je er niet uitkomt met mijn uitleg. Nu ben ik helemaal rond. En wat nu handig is... Kijk, nu zit het dus helemaal aan elkaar. Het is nu handig om hier even zo'n stekenmarkeertje te plaatsen. Want dan weet je waar je begin en je eindpunt is. Precies. En zo ga je verder. Zo ga je dan door. Hartstikke goed. Nou, we krijgen weer best wel wat vragen eventjes binnen. Weet je. Er is een mevrouw die... Ja, heel goed. Ja. Fijn. Er is een mevrouw die vindt het... Die had niet begrepen met sokkenbreinaalden. Die zei van, dus het zijn sokkenwolnaalden. Dus blijkbaar zijn er meerdere namen rond. Het zijn sokkenwol, sokkenbrei, double-pointed needles. Als het maar een set zijn van meerdere. Ja. Ja. Weer een vraag over hoe breien ze groter. Nou, ik hoop dat je het net hebt gezien. Zo niet, dan nog eventjes in vogelvlucht. Ja. Je breidt dus door dan tot de grootte van jouw, tot de grootte van je voet. Ja, tot je wreef. Ja, precies. En dan stop je of je gaat door. Nou, in dit geval door, als je ze groter wil. Ja, dan ga je precies. Door. En er is een iemand en die heet Cupcake. Vind ik heel leuk. Ik ben gek op cupcakes. Of die vraagt of je strak moet breien om geen gaten te krijgen. Nee, dit is heel fijne wol.
Met die fluffy wol hoeft dat helemaal niet. Het is heel relaxed. Dus ook als je een foutje maakt, precies. Gewoon doorgaan. Als je wat losser wil, ja, nou, dan moet je wat losser. En wil je wat kleiner, kan je het wat strakker. Het is heel erg fijn. Ja. Iemand vraagt, zijn de soknaalden ook te koop bij Zeeman? Volgens mij wel. Ja, dat denk ik wel. Ja. Deze die ik nu gebruik, die zijn van de Zeeman. Die aluminium. Ja. Aluminium. Ja. En er zit dan ook vaak zo'n handig kaartje bij. Ja. Die had ik mee, maar die zie ik nu even niet liggen. Zo'n handig kaartje bij dat je kan zien welke naald je hebt. Ja. Dus dan steek je hem even door zo'n gaatje heen en dan kan je ze opmeten. Maar je kan ze overal bestellen, kopen. Ja. Ik zag net ook nog een vraag voorbij flitsen over waar je markeerder moet plaatsen. Laat dat nog eens eventjes zien waar je je markeerder hebt geplaatst. Ik ben nu dus alweer bij de volgende, bij het begin. Je plaatst hem dus eigenlijk op het moment dat je gaat rondbreien. Dus je hebt die 6 stekers opgezet. Ja. Dan ga je rondbreien en op het moment dat je dus gaat rondbreien, dat je ze samenbrengt. Ik zal het eventjes misschien hier nog even laten zien. Dus op het moment. En ik gebruik zelf altijd dit korte draadje, want dit is je begin. Ja, dat is ook heel erg fijn. Maar je kan dus daar die markeerder plaatsen. Dus hier, waar dat korte draadje zit, als je hier dan de markeerder plaatst, die blijft hier gewoon zitten de hele tijd dat je aan het breien bent. Ja. En dan weet je elke keer, oh ja, en voor die fluffy wol zou ik dat wel adviseren. Ja. Als je dit niet gewend bent om te doen, dan weet je elke keer als je die markeerder weer ziet, ah, ik ben er weer. Ja, en dan kan je ook ondertussen lekker tv kijken als je een rondje aanbrengt. Want dan voel je hem ook vanzelf weer, voordat je net iets te ver bent. Nou, er is iemand, dat is heel fijn, en die weet dat de breinaalden 1,49 zijn bij de Zeeman. Wat fijn. Heel goed. Dank je wel. 10 punten voor jou, dat dacht ik. Echt fijn. Oh, leuk, maar niet in België. Oh, nee, dat weet ik niet. Maar goed, misschien zijn daar dan wel weer Franse edities van ons boek te kopen. Dus dat is dan ook wel weer. Die hebben dan weer een ander voordeel. Ja, weer de vraag of je ze ook met rondbreinaalden kan maken. Ja, volgens mij heet die techniek, die heet de Magic Loop. Ja, als je die gaat opzoeken, dan trek je dus steeds het draadje ertussen uit. En dan kan je weer door. Maar die moet je echt even opzoeken. Ik kan het. Ik kan het jullie nu niet laten zien, want ik heb niet een rondbreinaald bij me. Nee. Maar er is even een dingetje. Dus ik zou gewoon even, volgens mij de Magic Loop. Zoek hem op. En dan dat lukt kan het. Wel, want dan moet je steeds het draadje weer gewoon zo helemaal doortrekken en dan breien we verder en dan trek je het draadje van die rondbreinaald weer helemaal door. Ja. Ik wil even wat laten zien hier op het plaatje. Hier zie je de konijntjes weer. Oh. Die zijn ook van Fluffy. Ja, dat kan je dus ook maken met die Fluffy wol. We krijgen enorm veel vragen binnen, maar ik wil toch even een poll doen. Ja, want dat vind ik gewoon heel erg leuk. En zo meteen ga ik weer vragen beantwoorden. Lieve mensen, ik vind het heel leuk als jullie meedoen. Daar komt-ie. Wat vind je leuker om te doen? Breien of haken? Spannend. Daar komt-ie. Ik ben heel benieuwd wat mensen doen. Wat vind jij het leukst? Breien. Ja, hè? Ja. Ja, zeker weten. Ja. Ja, ik beide. Jij begon echt als haker? Ja, echt vervent haakster. Ja. Alleen maar haken. Monogame haker. Ja. En toen kwam ik Marieke tegen en die zei, nee, je kan ook breien. En toen dacht ik, nee, ik kan helemaal niet breien. Maar ik kan ook breien. Ik kan het nu allebei. En eigenlijk vind ik de afwisseling heel leuk. Dus dat je de ene keer gaat breien en dan weer haken. En met die sloffen is ook wel leuk. Want dat je beide hebt, hè? Ja, breien en haken. Ik ga eens even kijken wat het verdict is. Oeh. En? Oh, sorry, mijn muis ging even vandoor. Spannend. Ja, dat was ook heel spannend. Eens even kijken. Toon resultaten. Ja? Nou, mensen. 33% heeft haken eigenlijk gewonnen van breien. Maar het leukste is, de techniek maakt me niet uit, heeft gewonnen. Echt wel? Dus er zijn meerdere mensen die van zoals twee walletjes snoepen. Net zoals meer Barbara's op deze wereld. Leuk dat jullie die hebben ingevuld. Ja. Gaan we nu heel snel weer door met alle vragen. Jeetje, wat leuk dat er zoveel vragen binnenkomen. Over grote. Oh, er is iemand die is diep teleurgesteld. Wat en dat dan? Vinden we. Dan zijn wij dat natuurlijk ook. Dat de verkeerde naalden zijn verkocht. Zijn namelijk bij rondbreinaalden verkocht in plaats van sokkenbreinaalden. Nou, ga morgen nog even terug voor 1,49. Sorry. Heb je ze? Ja, wij sorry dan sorry. Namens iedereen. Nou, en dit vind ik een hele goede vraag. Kan je laten zien hoe je meerdert? Ja, dat kan ik. Dan ga ik toch weer eventjes, sorry, doe maar. Weer even die andere wol pakken. Nou, wij hebben het beschreven, gewoon. Dan ga ik dat vast even vertellen als R plus M. En dat komt één recht breien, maar omdat je eigenlijk, het is gewoon dubbel breien van de steek. Dus je meerdert die ene steek door hem dubbel te breien. Dus daarom noemen wij dat. Mensen nee, maakt niet uit. Waar ik ben. Ondertussen zing ik dan een liedje. Ja, ik ben er. Ja, oké. Dus
Je doet net alsof je een steek recht gaat breiden. Doe je ook. Die brei je recht. Dan stop je. Dus je gaat hem nu niet af laten halen. Af laten glijden. Hoe heet het eigenlijk? Het is al het insteken, omslaan, doorhalen, af laten glijden. Maar in dit geval is het insteken, omslaan, doorhalen, niet af laten glijden. Okay, omslaan, doorhalen, af laten glijden. Ik hoop dat het goed te zien is. Want deze zit een beetje in de weg. Dus ik heb hem nu ingestoken, omgeslagen, doorgehaald, niet af laten glijden. En nu ga ik achter in de steek, steek ik mijn breinaald. Dan sla ik de draad om, haal hem erdoor. En ja, nu mag je hem af laten glijden. Nu heb ik van één steek twee gemaakt. Ik doe hem nog een keer. Dus je steekt in, omslaan, doorhalen, niet af laten glijden. Dan ga je een beetje achterlangs. Als je dus een beetje een strakke breister bent, is dit Want wel... dat ben jij, daar mag je best voor uitkomen. Dan is dit wel lastig. Dus probeer, als je dit voor het eerst doet, niet te strak te breien. Nog één keer. Doe maar, insteken. Insteken. Omslaan had ik al gedaan, doorhalen. Achterlangs, in de steek, omslaan. Ja, dus elke steek breien je dubbel door hem achterin eigenlijk weer in te steken. Ja. Dus je kan het opzoeken onder dubbel breien. Nou, wat leg je dat lekker uit? Hopsa. Er is iemand die vraagt, wat betekent op het patroon bij regel 1, 6R is 6 steken? Nou, dat ga ik vertellen. Dat is dus 1 is de eerste toer, dus dat is gewoon de eerste regel. De eerste, ja, toer. Ja, toer. Toer. Nou, er staat een 6R, dus dat is 6 recht breien. En achter de dubbele punt vinden wij het altijd super lekker om dan eventjes het totaal aantal steken, dat je vaak meerdert en mindert, dat je even kan verifiëren, klopt het aantal steken? Waar ben ik? Precies. Ja. Dus in dit geval 6 recht, dubbele punt. Aan het einde van de naald heb je er 6 gebreid. Ja. En dan kan ik ook meteen een andere vraag meenemen. Nee, je hoeft niet de markeerder mee te nemen. Die blijft gewoon wonen waar die is, waar die is gestart. Die laat je gewoon zitten. En je kan er zoveel in zetten als je wil, als jij dat lekker vindt. Ja, er zitten er ook heel veel in een pakje. En die verkopen ze ook bij de Steenman. Zitten er, volgens mij wel, nou, ik zeg 10. Maar pin me er niet op vast, kunnen er ook 8 zijn. Precies. En ik vind die kleurtjes zo leuk. Oh, en iemand zegt in België zijn ze wel te koop. Het is alleen afhankelijk van welke zeeman. Ja, en dat is natuurlijk ook normaal. Ze hebben niet allemaal hetzelfde assortiment. Nee. Maar je hebt ook zeeman online, hè? Dus volgens mij ook in België. Dus je kan altijd online bestellen. Daarom. Ik wil even een leuk plaatje laten zien. Want die hebben we niet bij ons. De poezekussen. Ah, oh, zo lief. Ja, die is wel Die schattig. Staat hier ook. Die vind ik zo leuk. Ja, is ook heel leuk om te maken. Ja, want die kan je inbreien. Maar je kan ook denken, ik ga hem in mazen. En mazen is ook echt heel erg relaxed. Ah, ja. Oh, kijk, zo leuk. Ja, het is schattig, hè? Toch eventjes laten zien. Het is wel eventjes een van mijn favorieten. Ja, hè? Ja, zeker. Ja. Uit het boek. Ja, ik kan niet kiezen. Nee? Nee. Ik vind ze allemaal leuk. Ik ga even nog een poll inzetten. Leuk. Vind ik ook heel erg leuk. Welke nu? Nou, hoe wist je van deze workshop? Oeh, daar ben ik ook benieuwd naar. Nou, ben ik echt heel erg benieuwd naar. Ja, ik wist het wel. Ik ook, maar ik wist dat ik hier moest zijn. Ik ook. En wij zijn hier. Ja. Maar hoe wist jij het? Ik ben benieuwd. Oh, wauw. Oh nee, dat ik dacht was... Ik dacht 100%, maar dat was gewoon een beetje te voorbarig. Oh. Eens even kijken. Spannend hoor. Ja. Ik ben ondertussen gewoon, ga ik gewoon door met breien. Maar ik heb ook, zoals wat je wel eens ziet bij de kookshows, stiekem voorwerk gedaan. Ja, je hebt lasagne al even in de oven gedaan, hè? Heel goed. Ja, dat is altijd heel fijn. Nou, en? Ik ga het jullie vertellen. Mark Zuckerberg heeft weer gewonnen met 61% met Facebook. Mm. Ja, op 2 is de nieuwsbrief van Zeeman. Oh. Wat goed, hè? Wat leuk. Goed van Zeeman. Dat is ook heel leuk. Digitale folder en deed anders, ik denk, het via circuit. Ja, is ook leuk. Heel leuk. Nou, er is hier een heel ingenieus typeje en die zegt, je kan ook lekker Chinese eetstokjes gebruiken als alternatief voor sokkenbreinaalden. Ja, van die